dames en heren. Daniel. Ben er even niet. Ik ben er even niet. Die kennen we altijd. Kennen we heel goed. Dus hij is er even niet, maar we gaan eens kijken of hij wakker is. Nu links afslaan. En het mooie is. Ja, want we zijn er. We zijn er. Meneer Tiedink. Gaan we even aanbellen wat niet mag? Niet? Vind je ervan? Ik vind het gewoon wel. Na 100 meter. Laat jij hem even wakker? Nee, ik ga even naar zitten. Julianastraat. Ja, natuurlijk. Nou, het kamer. Even toeteren. De nummer 1 in de kamer. De tackle. Wij zijn nog niet aanbellen. Emma, goedemorgen. Helemaal fris en fratig. Ja, Fris en fratig. Zijn we er zin in, jongens? Nou, ze zitten er vanaf de buitenkant uit, maar van binnen. Van binnen niet. Ik heb me wel eens beter gevoeld. Okay. Maar wel fris en fruit erin, inderdaad. We gaan er wat moois van maken. Kijk, bloesje voor vanavond. Ja. Hé, hey, dat is mijn kat. Hey. Miauw. Kom eens even hier, op film. Nee, hij is inderdaad camera-schuw. Geen zin. Hey. Een mooie dag van maken. Gaan we ietsje weer rijden? Ja, dus, toppie. We zijn er over 3,5 uur. Taxi chauffeur Wietse. Ja. Zit hier hoor, lekker, helemaal krap. Lekker ontbijten. Wat is er net gebeurd? Hij zegt ik ruik af thuis. Oh, lekker. Had hij gebarst? Heb je heel gebarst zijn broek vol gescheten? Nee, maar even lekker dampjes gelaten. Nee. Hoort eens. Wiet, zo leuk voor jou. Ballen we zien. Komt ie. Zet nou een keer wat tot uit. Tot het vallen van een steen. Ja, het heel verkeerd. Je keer uitgetrokken. Hey, Jawoel, generaal-commandant. Generaal-commandant, vertel het eens. Zo zou je denken, van ik sta hier gewoon in Zwolle met een banaantje op parkeerplek. Gekke kan niet. Zie je dit, Peter? Wat is deze? Wat ga je hiermee doen? Moet vanavond helemaal het mannetje zijn natuurlijk. Kleerhanger mee, maakt allemaal niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, kleerhangertje erbij. Hij moet een beetje netjes gestreken door moeders. Toppie. Mooi man. Daar gaan we. Oké. Oh, het is prachtig. We zijn net gearriveerd op de beurs. We zitten hier met de ene rechter. Chaudhry Majesteit. Chaudhry. Die probeert hem zijn eigen lip uit. Ja. Maar, waar is dit? Waar is het gebleven? Ja, waar is dit? Ik heb hem niet bij. Als het kan, wil ik wel eigenlijk weer eentje van jullie. Morgen? Ja, morgen. Zijn jullie hier niet hier zo? Nee, we zijn morgen. Ja. Oh, ja. Vandaag even lekker rondlopen, morgen lekker bij Nash. Heel dag op de set. Hé? Gezellig. Ja, joh. Yo, we staan hier bij Mark van Spiro Magazine. En waarom moeten we bij de Spiegel komen? Wat hebben jullie op de beurs te bieden? Nou, we hebben ten eerste ons nieuwe magazine bij ons. Mooie nieuwe layout, nieuwe schrijvers erin. Een paar mooie beursacties, dynamite pakketjes, Antwerp pakketjes. Kooktassen, echt voor superprijzen. Mocht je nou niet op de beurs komen, kun je het altijd bij ons online op de website ook bestellen. Kijk, link hier in de bio, beneden. Zo is dat. Toppie. Niks. Nee. Hey, hoe mooi is dit? De hand valt erover uitklappen. Okay. Hallo, kijk. Maar een koelkastje mee thuis vissen. Akkertje erbij. Wat wil je nog meer? Hey, kijk eens, lekker koud blikkie. We hebben een vraag aan u, hè. Hoe lang gaat zo'n koelkastje dan mee op zijn accu? Wel, deze accu die hebben we nu aangezet gisterenochtend als de beurs begonnen is. En die staat nu op 58%. Dus ik denk dat we toch gemakkelijk 3 dagen gaan kunnen koude dranken hebben. Koude drank is altijd goed. Ja, lekker. 3 dagen koud bier. Ja. Hey, dan... Top aan de waterkant. Wat heb je meer nodig? Hey. Jam is er zo chagrijnig. Hij gaat er verlegen. Jullie moeten straks eens horen wat er allemaal is gebeurd. Mooi, jongens. We hebben heel veel leuke producten van Veet. Onder andere de nieuwe rotpot. Licht van gewicht. VX3 type. Echt in allerlei maten bestelbaar. Je kunt hem inschuiven. Je kunt hem uitschuiven. Je kunt de poten anders zetten. Ja, je kunt er echt alle kanten mee op. Je kunt zo de poten ook uitdraaien om hem uiteindelijk te verhogen. Ja, zo kun je er uiteindelijk in iedere situatie gewoon passen. Ja, het is echt een heel mooi dingetje. Super lid van gewicht. Multi-inzetbaar. Multi-inzetbaar. Multifunctioneel.
fijne knoppen om aan te draaien, zodat je echt gewoon goed vast zit. En ja, gewoon een mooi potje voor een hele schappelijk prijs. Dus, en wat kost die? Normaal volgens mij 129 en ik dacht op dit moment 115. Uitzo! Een mooie beursknaller. Zeker, een mooie beursknaller. Dus iedereen is welkom hier op de stand. En heb je vragen, ben je natuurlijk ook gewoon altijd wel. Hey, er zit hier iemand verstopt door de knietjes. Oh jee. Ja, hier is op beneden. Mijn moeder. Nou. Ik ben moeder. Ja, vertel even, wat doe je hier? Waar sta je? Wat sta je voor? Ik sta bij Carplicious. Wat is Carplicious? Carplicious is no-nonsense carper. Wow. En we hebben hier alle legendes. Dit zijn ze, hè? Goed. Hey, maar goed, je verkoopt dus boys vandaag. Ja, de boys doen. Met een beetje de bollen doen. En vanavond ook? Nou, vanavond gaan we lekker stappen toch? En daarna? Gaan jullie stappen? Ja, maar we moeten af die we hier zijn morgenochtend. Nou, dus, en ik ook. Ja. Maar we zijn oud geworden dit jaar. Dus, ja, ik ben 38 geworden. Zo. 38? Nee, maar daar is niks van te zien. En waar sta je morgen? Ook hier. Zo. Ja, andere sponsors dan? Heb je hem al gezien? Oh joh. En hieronder. Wat had ik niet? Ja, tuurlijk. Op mijn. Zijn het genoeg? Ja, ik ben er toch klaar mee. 4 jaar geleden is het even 2 seconden mijn nummer in beeld geweest met video met PR. En ik word nu al lekker geappt. Kijk hoor. Yo gozer, ben je op Zwolle? Ah, wat moeten we daar nou mee? Ah, fans. Ja. Wel mooi van me afgelopen jaar. Nee? Ja, wel mooi van me afgelopen jaar. Lekker man. Ongemakkelijk. Hier heb ik dat geleerd, dat harde trekken. Hoe doe jij ook helemaal? Dat was goed ziek. Kijk ze gaan. Helemaal uit de dak van. Waar ik zit, papa! Zo, we zijn hier bij de stand van Fish Fun. En ze hebben hier een heel mooi bootje, Nanotech. Ook voor de jeugdige vissen is die. €400 kost die maar. En ze hebben een innovatie. Want in plaats van een rood accu hebben ze nu een lithium LiPo 4. En wat is daar nou het voordeel van? Hij gaat veel langer mee. Je raadt hem sneller op. Hij is een stuk lichter. En hij past in je voerboot zonder dat hij omgebouwd hoeft te worden. Dus nou, ideaal. De innovatie van op voerbootgebied. Goedemiddag. De beurs begint een beetje op zijn einde te lopen. We staan nu bij Shimano. En die hebben een nieuwe lijn op de markt gebracht. En, ja. Deze lijn is fluoriserend, de stof doorheen. Het is met name heel interessant als je 's nachts vist en met de boot, dus je de hengels wegbrengt en dat je drilt vanuit de boot. Als je dan opnieuw binnenvaart naar je andere hengels toe, dan is het heel handig om te zien hoe die lijnen lopen, zodat je de lijn niet oppikt. Als je bijvoorbeeld midden van de nacht zit, er staat wat zijwind, je hebt ook een vis bijvoorbeeld in het net van, die je net hebt gevangen, je wilt terug naar de stek varen. Nou, met een vis in een net vaar je al niet kaarsrecht. Als er dan ook nog een beetje wind staat, dat kan het zijn. Als die lijnen bij elkaar liggen, dat je riskeert om die lijnen op te pakken. Als je dit lampje bij hebt met deze lijn, dan zie je perfect hoe die lijnen lopen. Dan kan je er gewoon langs laveren. Dat is de grote troef van die lijn. En het schrikt de vissen niet af, zeg maar. Nou, lijn, of die nu fluoriserend is, of nu nylon is, of nu breed is. Een vis zal altijd een lijn wel ontdekken via de zijlijn op zijn lichaam. Maar bijvoorbeeld 's nachts vaart hij op dat kompas niet op zijn ogen. Het is een kwestie van die lijn zo neer te leggen dat hij die lijn niet kan oppikken. Dan maakt het verder niet uit of het een fluolijn is of dat gewoon een breedte of een nylon is. Ja, super vet. Laat gewoon op als je maar oplegt. Dat is 1 plus 1 is 2. Perfect. Yes. Open de chopper.
hand, bollies uit de emmer. Hallo, doe ze erin. Goed. Schuif hem erop. Druk ze tegen elkaar. Onderste klepje open. En daar zijn ze. Ik heb het allemaal warm. En je hebt halfies. En je hebt halfies. Ik zal even snel vinden. Ja. Beter dan de aardappelschil. Ja. Dat is sneller dan aardappelschil. Onder je tanden. Ja. Tanden. Ja. Je hebt niet alles. Nee. Het beste product van het afgelopen jaar wat er bij ons op de markt gekomen is. Een mooie innovatie. Ja. Nou, gisteren natuurlijk best wel bier op en swarma. Dus ja, weet je raadt al hoe laat het is. Dus ik ga even... Ja, tijd voor de pot. Zo. Zo, ik denk dat je die morgen beter kan gebruiken. Ja, morgen. Zo. Jij gaat snel, man. Zo, we gaan snel. Hey, joh, morgen, brilletje op, kippetje fit. Hey. Dames en heren, het jaarlijkse ritueel. Daar zit hier met armen drukken. Wat is er gebeurd, jongen? Ja, helaas gisteravond. Beetje een foutje. Nee. Dat wordt meegelogen. Beetje een foutje maken gisteravond. Beetje pijn aan, man. Armen drukken zit er niet in. Ik kan niks vertellen, maar jou mag het overnemen dit jaar. Ja. Ik ga mijn best doen, jongens. Maar, de beest. Zo, die biceps. Beest. Michiel heeft laten zien. Ja. Michiel die gaat huilen. Dat is je moet altijd jezelf open draaien naar de camera, hè. Okay. Dus spontaan, zo staan. En dan zeg je... Hey, lekker rondje van de zaak. Geef mij maar één slokje. Ja, mag wel. Kijk, jongens. Atje, voor de sfeer. Als je at, dan ben je echt een maat. Ja, nou, ga ik niet doen. Wedstrijd. Oké, 1, 2, 3. Bescheiden. Ik mag een aantal dingen vertellen, jongens. Vertel. Het eerste is, deze man heeft hetzelfde kapper als Justin Bieber. Hey. Daarnaast is die kapper al een tijdje overleden. Hey. Hij moet wat meer slapen. En hij gaat al duidelijk een tijdje niet meer naar de sportschool. Hey. Ja, maar we hebben het wel. Het zit er nog. Heb je een tumor of? Ja, bijna wel. Hey, maar ik zou graag tegen je willen armen drukken, maar ik heb een blessure aan mijn hand. Is echt een grapje. Waar komt die blessure van? Ja, dat zeggen ze allemaal, joh, dag. Nee. Dat is heel makkelijk grapje, hè? Maar, maar het doet echt heel veel pijn. Maar wat hebben je dan? Waar doet pijn? Ja, deze twee vingers. Ja, nee, ik wist dat. Hey, maar we hebben hem vervangen. Jelma Simmons van Twin Cup NL. Die gaat tegen jou doen. Ja. De traditie. Oké, de jaarlijkse traditie. Ja. Zijn jullie klaar voor, boys? Oké, stop. We moeten één ding doen. Dat is armen in een lijn. En dan ben je ongeveer dezelfde rechtervoor. Oké, 3, 2, 1, go. Go! Wie gaat dat biertje daar? Kom, joh. Nou, het wordt spannend, hoor. Ja, kijk, rode kopjes. Het is goed! Kom op, Pieuw, laat zien wat je maar bent! Ja. Je mag beginnen! Kom! Nee! Ik ga het spel doen! Heerlijk is heerlijk, ja, heel goed gedaan. Nou, wat zeg je straks, scheur je iets af, hè? Dat is ook niet. Na de blessure. Jammer niet jij! Ja, oké, zo dan. Hey, we staan hier met... Nou even introduceren aan je grootste vrouwelijke fan. Ja, die hebben we hier staan. Ja, kijk eens. Daar was dus helemaal camera's. Hey, Jeroen, heb jij dit geleerd? Ja, Jeroen. Ja, ik denk even met David Vistien op de foto maken. Staat toch op. De nieuwe scope. Welke tas was jij? Ik heb... Dit zijn de tip-tops van de scope. Er zit een extra leuke functie bij, die ga ik aan jullie laten zien. Je kan er ook gewoon mee... Als je één op de stek hebt die vervelend zijn. Ja. Zo. Ja. Kom. Dat is handig, dan kun je zo die hengel zo neerleggen op die piepers. Dan kun je zo in je handen houden en vinden ze tegelijk. Hey, maar we moeten even afspreken met die gasten wat we gaan doen. Hey. Nou jongens, het zit erop. De beurs van de zaterdag is toch bijna afgelopen. We gaan een beetje richting Zoehausen, richting de auto. Een paar inkopen doen, drank hier en daar. En dan. Vanavond presteren, hè? Hey, dan begint het feest. Vanavond event en morgen om 8:30 weer present. Ja. Hey! Ja. Het is bijna december, ik denk een goede kruinoot. Kouwen. Maar wat zat erin? Nee, maar het zijn. Ik denk dat het zit sambal in of zo, maar het is Carolina Reaper. En dat is een van de heetste pepers ter wereld. Ja, dat proef je wel. Maar de kreeft zo laat met rust. Maar het is allemaal tactiek, hè? Die Carper die proeft het ook. Tactiek? Oh nee, joh. Zo heet ik meteen in de wc, dus die scheidt alles weer uit en dan kan hij alweer opnieuw eten. Meer kans om te vallen. Ja, jij verzint gewoon de eigen tactiek. En we hebben hier ook een breaker van Danootje.
Nou, we staan hier bij Martin. Ja. Martin SB. Martin! Ik heb Martinus! Het heeft wel geduurd, maar wat shit is dat het onze witfiscode is. Ja, onze braas. Ik heb eindelijk het geheime recept. Dit gaat hem helpen. Dat is één boy, hè? 60 mm. 60 mm. Jantjes, joh. Kost 2 euro per bol. Maakt niet uit. Ja, maar je hebt ook nooit meer brasems. En wat is nou het voordeel ervan? Nooit meer brasem, geen winden en alleen maar grote karpen. Ja. Einde van dag 1. Einde van dag 1. Einde van zaterdag. Gaat het pas nu beginnen, want we gaan lekker een pizzaatje eten, een paar biertjes naar achter tikken. En dan gaan we lekker feesten. Presteren in de cup. Hey. En morgen zijn we hier weer terug om 8 uur. Dus dan wordt... Hey, maar jongens, hey, waar zijn de boys van Twin Car gebleven? Ja, die zijn gay. Die zijn met de pendelbus. Zijn ze ergens heen gebracht. Ze zijn de auto kwijt. En zijn de auto kwijt. Hey Patrick, yo. Ja? Ik ben wacht op iemand. Hoe is leven? Altijd goed. Kijk, lekker goed om te horen. Kijk, we staan zwaar in de weg. Vanavond bier drinken? Ja, zo. Kijk, we zijn bij de Jumbo. Tijd voor een pilsie en een burger. Nee, dat valt alleen in de video. Ja, te laat, te laat. We hebben altijd super. Hey. Dames en heren. we zijn bij een late editie van Visblad TV. En we beginnen natuurlijk met de intro show. Concert van Visblad TV. Hey, ben je gek? Dat is mooi werk! Goeiemorgen! Oh! 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 Bedankt. En bier drinken. Ik zeg duimpjes omhoog voor deze man. Wat hoorde? Goedemorgen dames en heren, zoals je ziet hebben we gisteren een gezellige avond gehad. Maar we hebben frisse kopjes en we gaan lekker heen gaan. 3,5 uur geslapen, we zijn weer op de beurs. En zoals je kan zien, hebben we er wel eens beter uitgezien. Maar dat maakt niet uit. En ja, we gaan er gewoon een mooie dag van maken. We zien jullie zo binnen. Dat is zo. Ja. De Breweer. Modeshow. Wat doen? Ik neem even de Nespolo aan. Dit is mijn eeuwgeld. Kijk, dat is tijd voor een wakkie. 3,5 uur slaap, dus dat hebben we nodig. Hier hebben we de Booster Wakka. Zoals je ziet, het is een heel ander systeem. Waarmee je als je precies op de perfecte plek kan droppen. Bijvoorbeeld als je onder een boom wil leggen en dan weer gewoon. Ja, dat is fantastisch jongens. Fantastisch, mooi film. Niets van de spelen. Wat ben jij aan het doen? Ik sta vandaag bij Nes hier bij de Terminal Tackle. Ook wel end tackle genoemd. De Titi. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt voor de laatste meter is hier te vinden. Ja, dat en, is toch wel een rekkie hoor. Ik sta hier een beetje voor advies, voor hulp. En natuurlijk voor een gezellig praatje. Kijk eens. Ja joh, we komen de dag wel door. Goedemiddag, dames en heren. We staan hier bij Chitten en zoals ik al verteld, sta ik bij de Power Barrows. De power, dat betekent power hè. Ja, is het echt power? Zal ik het even laten zien? Let op, hè? Wow. Zo, als het brandt weer. Niet normaal. Nou, dan staan we hier bij Daan en bij de deel. Yo, Witte Meister. En dan denk je alles gezien te hebben. En dan staat deze kleine baas hier gewoon. Nathan. Hoe is het, geus? Ja, super goed. Ja? Kijk, echt bezig, man. Mooi truitje. Zo mogen we het graag zien. En t-shirtjes, toch? Ja. En dat gaat allemaal komen dit jaar. De nieuwe lijn. Hey, we zijn hier dus bij de stand van Nes en we hebben sinds dit jaar een tonijn grill simulator. Daniel, was Daniel zijn pakje aan. Ja, pakje aan jongens, kijk, dus, staan we dan? Ja, wat doen we? Je kan een vissoort selecteren. Wat gaan we doen? Daar gaan we dan. De bedoeling is, je mag alles doen wat je wil. Ja. Zo lekker gek als je wil.
aan de slip zit ik alleen, mag niet aan zitten. Pas op voor je vinger, staat steken rond ze. Willen ook niet. En ja, beginnen we. De nieuwe mooie scope mogen. Aan de bar, aan de bar. Hey, bye. Ja hoor. Hij hangt, hij hangt. Hij hangt, ja, ja. Hoppa. Lekker hoor. Zo, dames en heren, dat was het dan. Abonneer, duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot volgend jaar.